Ceremoniemeester, een vuursprek of een
just to take the clothes off. And what are y'all? For use? Ja, let's Urtschelen en Ulle, dat is terug voor u. Of Christophus, namens diegenen die hem aan u steunt, van harte bedanken. Eerst het aan jullie die middelen zijn getrokken voor ons mensen op te horen. En ook natuurlijk aan u aanwezigen. Dank u dat hij met zoveel mannen is gekomen. Ik wil ook nog even dankjewel zeggen aan de familie. Van onze klemmen en onze prijs, wonderbaar voor de aard en mies, waarom dat u de vaste lachen met ons metmaakt. We zijn aan de paardag onderwijs vanaf begin januari samen met die prinsen en die steen dat ze aan ons zien, wie men wint, de vals moet zien en wie men dat beleefd heeft. En als dan, denk ik, zien we ook nu een zoveel, nu in vertrouwen. Zus willen zien dat u ook de liefst de macht die over de draad. Verhand een bijeenkomst heen, vergeet van de grenzen, vergeet van vaste lavend en de steen, die kan me schöner beginnen als wie aan ons muziek en dat zullen ze tevoren, ze spelen ons nationaal hymne.
Tante's meisje en die het enige nog het een en ander te vertellen. Doch Gideon übrigens, da will ich noch etwas erwähnen, der hat die Etamer Führer, die Führer neu, da macht alle mal ja Besuch, denn er hat bewiesen, dass in Sinn von 0,0 dann falls er da galieren, das hat er nicht allein eingesprochen, das hat er zu ja auch gesprochen, das hat auch der Radio gesprochen, das hat er auch der Televisie gesprochen. Een bessere ambassadeur als we die Spindel-Dänisch kunnen voor überhaupt niet hebben. Misschien nog dankzij de boven-Oost, maar jongen, we moeten voor dat beetje zien. Dat is een stukje leer, dat we hadden dat je leer, maar dat ik had gezegd. Goed, dan ben ik nu studeren voor het jaar, wat wij niet. Ja, dus Oscar, die het jaar was nu echt tussendoor gebruikt als de prins van Kietje. Het is altijd weer fantastisch, weer voor die vuilstrietjes te maken hier. En dan moet het gewoon een nieuw worden. En we moeten eerlijk de verzorging van de paard hier aangeboden. Dat voor die traditie weer oppakken en dan worden het nooit meer bepaald heen worden. En een van die vuilstrietjes wat voor op. Het is het fijnste overheen van deze jongen, dus loop van dat ook brengen aan de mogelijkheid. Een van die traditionsliedjes wat verhandeld in het Vols, dat had een tekst te beginnen met: Ik ben in Vols geboren en daar ben ik stolz. Ik drink me hier een biertje, Ola. Ik ben Janin van Vols. Daar had hij een eigen versie opgemaakt, dat liedje. En die eigen versie, die had het titel Allemaal bij je. En die had de afgelopen dag, samen met hun, van Luca en van Gideon, vol met gezongen. Hoe we naar koer te komen en hoe we dat liedje nog goed te gisteren of in Pieper, hadden dat liedje gezongen. En nu hadden we in het Hollands, dan in het Beloof, dan in het Hoog, vanaf in het Nederlands of in het plat, liever in het Nederlands, en dat doen we. Dus, Gideon, dat liedje hebben we op veel plaatsen gezongen en hebben dat heel graag meegezongen. En wat gebleken is de afgelopen dagen, is, en dat staat ook in dat liedje van Vaals, waar het gaat over Hoos. Ik ben hier niet van Hoos, van hout, maar jij bent uit het goede hout gesneden. Ik zou bijna zeggen dat jij als het ware geënt bent op valse hout, valse hoogs. Want zo heb je gepresenteerd vanaf het moment dat je bent uitgeroepen tot kinderprins. Op een fantastische manier. En ja, ik heb gisteren nog even met je vader gesproken. Heel binnenkort hopen we in elk geval dat je het samen met je moeder naar het gemeentehuis komt. En ja, je bent al een echte Waalsenaar. Maar dan krijg je nog een papiertje bij waarop staat dat je ook in officiële opzicht een echte Waalsenaar bent. Gideon, een multitalent. Hij speelt piano. Hij doet aan sport, muziek alles, dat zit in de genen. Dat zie je ook als hoor je als ze zingt en je ziet het aan de passen die hij dan maakt. Hij doet aan sport, turnen, maar niet zomaar turnen, topsport. Schoonspringen, niet zomaar schoonspringen, topsport. Zwemmen, niet zomaar zwemmen, topsport. Dus wat dat betreft, een topprins. Jeugdprins hier in Vaals. Gideon de Eerste. En wat erbij komt, hij spreekt niet één taal. Niet twee talen, maar hij spreekt er misschien wel vier. En wie zal het dan naast hebben hier in deze plek? Waar een kleine man groot in kan zijn. Look.
samen met Gideon turnen, samen schoonspringen. Ik heb al wat passen gezien en wat salto's gezien die jullie maken en zo. Ik heb het geprobeerd, maar het was bijna misgegaan. Ja, maar noem maar naam, hè. Ja, en wat erbij komt, het zijn echte vrienden. En je hebt zo'n momenten, die kleine momenten, ik heb echt, vanaf het eerste ogenblik heb ik genoten van jullie en heb ik gekeken naar jullie, heb ik gekeken hoe je dat ook samen oppakt, hoe je dat samen doet. En die Luca, dat is een natuurtalent. De manier waarop hij hem terzijde staat, dat is werkelijk fantastisch. Want vanochtend bijvoorbeeld in de kerk, hij moest een voorbeden doen. Hij komt van het altaar, gaat terug naar zijn plaats. En Luca maakt even zo'n gebaar, van een handgebaar. Goed gedaan, jongen. Ja, en een echte hofnar, die doet dat. En ja, dat hij dat nu op zijn leeftijd al zomaar uit zichzelf doet, zonder dat hij geïnspireerd wordt, ja, dat is werkelijk fantastisch. Wat mogelijk is voor de kinderen, die heeft daar niks meer te vertellen. Het woord is gekomen gedaan aan jullie. Ik ga jullie beslutten nu graag overhandigen. Voor die schöne Welt, die er aan die twee richt had en dan weer. De pers is even foto's aan de maken. Ja, dit was. En dat darf ik. Daarvoor stiest nu vorige keer. Du hast het bestemmen nog hier te vertellen, denk ik. Ja, ja. Stol stond vroeger in elkaar, Wies en Schwarz. En alle twee met hun broer, Jere en Grun, zongen in ons hart. Toeren, zwemmen en toeren springen mag het van ons als dikke vrienden. En nu stond we ook nog tezamen in de vreugde runde. Kingerprins en Hofnar, Laan en God. En alle twee vuurden voor ons een jod. Ook onze familie is zeer stolt dat vuur twee leeftijd bij je niet. Wist zeker dat ook in Oeganda luizend die heer heuvel heen. Van mijn voorjongeren had ik begrepen, vindt de burgemeester, de klas ziet. Wel de jekke de macht kreeg en hij een paar dagen vrij doorgiet. Jij bedankt dus niet voor de sleutel, de ischwee had ervaren. Met veel schuld zal ik je om je zinnen, Johanne. Veel gingen het niet blijven hangen. En vastgelovend werd gevierd. Gisteren in onze optocht, want voor het zicht, dat vuur twee dat Alland je liert. De kinderkarnaval had nu gezorgd dat vuurkinder deze dag ook konden aanstrekken. Dank je zag ik, dus doven namens al die klein veel strekken. Over een motto van vuur twee nog naaidaad. En daarover hangt voor het volgende hoesgeraad. Is er jou voor de kunst vanaf? Vanaf nu begrust u ons met volks. Toen schloot, hoef ik alle leden in de zaal. Met mich moest te brengen op volks en zingen carnaval. Volk.
nee, alle te lang. Dat wil ik vandaag. Maar, ik zeg. De afgelopen jaren op de manier waarop vanochtend
de activiteiten die stoel op Boyd had genoemd, wordt dat door als ten behoeve van onze gemeenschap. Wees vooral actief met jeugd en probeer dat ook hier in Holland. Ik denk dat een goede jeugdcultuur, dat hij als hulp in deze gemeente de gemeente nergens te houden, met nog meer wellicht om te voorkomen dat voor de jeugd ergens wordt opvangen aan het einde van die pijpleiding. En daarom investeren we als gemeente Geer aan de vuurkant in jeugd, Geer aan de vuurkant in vereniging. Kindervakantiewerk, fresh, dat ik niet altijd had. En zoals gezegd, wist de eerste print van de zwartste, die moet ook meer van de zwartste rijm in de buurt. En dan gaat het over de persoon, want het is een goed dat dat op deze manier gebeurt. En ik denk dat voor ook tegen Bergen, representant van ook die vereniging, hou ik in de hand, vriendelijk en Spineetje. Een Geer. En dat deze met veldwerven en zwieg aan morgen huren op het hier wel plezier. Dus morgen in Noord-West, door zaad, een ambtsoer, juffrouw van ik, juffrouw Ursula. Dan ik weet het niet al, had ik morgen kennis niet genomen. Daar zie je de hoogste zaad, ken ik genomen. Die zegt, de Friedrich. Dat morgen een schijntje. En wie is morgen met een kalp? De buren kalp het vroeger ook een beetje aan de hand door een kleur in het gebied. Maar ik denk dat dat op zich, dat Friedrich een combinatie van eigenschappen in zich had, die hem tot een ideaal beeld maken. Die hem tot een ideale prins maken, hij heeft voor ons gemeenschap veel gods. Ik had het afgelopen dag morgen leren kennen, is spontaan, open. Je bent bereid een mens voor goed gedacht, zelfs een mensje te maken, hoe dat nodig is. Je had zo gezien, met het afgelopen bewezen in al die activiteiten, dat ze beschikken van een enorme gemeenschap zijn. En dat ze dus ook net bang is, een verhoopje komt. Met de D-stad en dan net ik weg, zo wie ik het zaal, en zo handvolle vragen, die liet het niet met een gepaste bescheidenheid. En met dat alleen koppels, ja, dan kies ik ideaal persoonlijkheid die met carnaval op een groot manier en op die leer zo wie ons dat allemaal lunchen en hopen groot geeft. De aanvaarden is zeer aangenaam en warm is op hoe terecht onze prins. Prins van Vals, samen met die hofnaar van Angelo. Prins van het dorp wat hij aan het hart ziet. Prins van die Vals. En vanuit dat gegeven kun je van alleen maar met die slagen dat verstoot ze. Dat voor hij zoek op de handstof en dat we hopen dat hier een prachtige, fantastische carnaval noemt op de dag, wordt bederven met morgen natuurlijk, en hoe de opkomt, is hopelijk. En dan wil ik je op de groene prins en de kleine prins opbrengen en rijkbaar heftig, prins Friedrich, op de Angelo. Vier kinderen ons van je terugtrekken. Bij vuurlijk dat je doet, moet ik vragen om de gift te helpen om de angstkeken af te doen. Want van die omhand, willige functie. En ik wil hopen dat ik dat op moet op de kamer en dit nog even. Thank you.
En op dat ding komen we uit één vak, geeft u vals. Ja, Frederik, nu hast de macht gekregen. De macht is de graf in je dragen. En ik denk dat ze van ons volk ook nog wat je kregen in de haastheidsraad. Waarvoor is de komende dag van onze hoppen. Ik sterf die stel verzoeken om die drie haven direct hun een foto aan te maken om die ons te laten huren. Thank you.
Ja, dus dit is voor een jonge portpony. Enge nummer waarvan het jullie zingen, dat wij mijn dochter kunnen zingen. Dit is zo van het zoek kunnen zien, dat we het moment van het kopiëren kreeg. En je mengt de hoes van koor weet, dat van dat kruisje hebben. Binnenkort voor de allerlaatste woorden, handje boer en dan voor over, dat dat niet passie, een kruisje. Jawel, en zullen ze nog wel dat zien, dat hier die klemmen op bij zit.
Verdenken aan Marwin en Agnes. Verdenken aan de man die alleen niet meer bij je is voor haar man. Verdenken aan de Hans Mormer. Want Hans Mormer wil eigenlijk alles bij de grenzen wat ze bij de grenzen kan zien. Hij wordt nog kindergarten van. Hij wordt prins. Hij wordt ceremoniemeester en hij wordt president. En ik voel over 45 jaar niet lied van de Gentule. En dat gaat maar liggen, nooit door. Ik denk dat van ons leven kan ik graag. Vuur vond een aangepraat een door de familie Mormer op hoogste orde van de Vulverkampenskultuur te überreichen. En ik kan niet zeggen. Ik kan u samen en ik kan die samen aan dat van dat met een heel grote vreugd en spaas doen. Denn u zit jaren die gaan vullen, heel diep in het hart, dat weet ze. En het is pijn om te zien dat ik de jood niet, maar verhoven dat ik ben ik ook mijn beste jeet. En dan ben ik van vleur en dan hoofd van vleur. Maar we zijn vroeg dat van dit moment moeten samen hier niet maken. En dat doen we in een drie maanden op een voet. Namens ons allemaal ons, hou ieder aan de zaal voor zullen we het falser, allemaal die handzullen, voor Hansen, voor Fysiker. Bij jullie, dat Hansen niet nog persoonlijk wilde aanscherven, dat kan dat ook. Vlucht dat het afval zo wit is, wil ik zo het afschließen. Ik wil danken zeggen aan de burgemeester, ons college, voor de wonderbare manier waarop we dat deze middag heen samen. Met ons wat we vieren. Ik dank u ons allemaal, alle ons naam, voor het reizen hier, de boeren in de eerste jaar, de muzikanten, de zalendienst en de speerden. De Riesner over 5 is receptie, we zeer hard. Voor de 2 prinsen, ja, samen receptie, daar zitten we hier allemaal voor harten. En je naam, je steekt aan de prinsen, we zullen veel vreugde maken. Zoveel wie mogelijk eindspunt te krijgen. Nogmaals. Ja goed, uiteraard namens de gemeente hartstikke bedankt voor deze prachtige bijeenkomst. Van u inderdaad Gerard om samen met ons in te brengen. Wie zo'n beetje nog een dieke gedaan heeft, dan misschien stemmen we dan wel een beetje anders zoeken. Is wie dit jaar, daar kunnen wij beginnen. Hoog 11 met een ecumenische dienst. Dan weet ik net een buur geeft en wel op werk geeft. Je hoeft de handen niet om maar eens te lopen en dan maak je dan een schone dag van. Dan zal ik op buurtjes en zo. En wat ik ook aan gehoord is, dat is het schoonste leuk protestlied van Holland. Wat gaan we hier nog op? Ja, wie is dat? Het officiële gebeten is afgelopen, nogmaals. Hartelijk voor het komen heen, namens onze mensen. En ik wil weer muziek bedanken voor de muzikalische ondersteuning. En nu verzoeken af te sluiten door ons mitgespoed te brengen. Op het Volks en Dingen vaste leven. Ons zeer gepaard hier, mensen met opname en drie vakkrachtige stonden op het Volks.